maken. We hebben vanmiddag hadden we dan de boerendansgroep. En aansluitend hebben we van 4 tot 6 onbeperkt poffertjes eten voor alle mensen die hier wonen op Hoogschuilenburg. En dat wordt wel gewaardeerd? Dat wordt zeer zeker gewaardeerd, ja. Ja. Dit is de derde dag dat we dit nu, deze hele week zeg maar. Iedere dag hebben we een item wat we doen. Maandag was er een officiële opening. Dinsdag hebben we de ijsgoedkraam hier gehad met een draaiorgel. Nou, en vandaag de poffertjeskraam met de boerendansers. Morgen hebben we een reunie met oud-collega's, collega's en vrijwilligers. En vrijdag hebben we een Chinees buffet. Ja. 34 jaar. Ja, ben ik op het oude Hoogschuilenburg begonnen. Dat hele hoge gebouw, wat hier iets verderop stond. En dat is voor ongeveer 25 jaar geleden zijn we hierheen verhuisd. Hier stond de Pauluskerk eerst op het nieuwe gebouw. En dat hebben ze gesloopt en toen is de nieuwbouw hier gekomen. Vroeger kwam je gewoon in een verzorgingshuis als je eenzaam was of je had behoefte aan contacten. Dan werd je opgenomen in een rust- en verzorgingshuis. En dat is nu heel anders. Nu moet je echt wat mankeren voordat je hierin komt. Maar we hebben genoeg leuke dingen meegemaakt. 5 jaar terug hadden we ook een feestweek. En hadden we een boerenbruiloft hebben we toen gearrangeerd, zeg maar. En er woont hier een echtpaar. En die heeft toen gespeeld dat ze zoveel jaar getrouwd waren. En dat hebben we helemaal opgenomen. Echt in een boeren, op een boerenmanier, zeg maar.